Het typebestek 105, artikel C14, paragraaf 2. Het onderdeel zinkkwaliteitsproeven voor kanalen uit gehalvaniseerd staal. Dit is een heel nieuwe vereiste. Was immers niet aanwezig in de versie van 1990. Waarom moeten we die zinkkwaliteitsproeven uitvoeren? Om te voldoen aan een uniforme kwaliteit van de geleverde producten. Een uniforme verplichte ingangscontrole, kwaliteitscontrole van de geleverde materialen. En te voldoen aan de corrosiebestendigheid volgens de ISO-norm 12944-2. Wat wordt er juist getest? De dikte van de zinklaag. Dat is immers de bescherming tegen corrosie van het onderliggende staal. We doen dit door middel van een niet-destructieve meting. Het is verplicht om 5% van het aantal gegalvaniseerde kanaalstukken, zowel ronde als rechthoekige kanaalelementen, dat betekent inclusief geluiddempers, kleppen, batterijen en dergelijke meer, te testen bij levering. Ook de montageflenzen, de kaders van onze rechthoekige kanalen, moeten getest worden. En deze test is uit te voeren door de aannemer bij levering van de materialen op de werf. Wat zijn de vereisten? Er moet minimaal 18 micron dikte van de zinklaag gemeten worden. Onze gehalvaniseerde luchtkanalen moeten immers voldoen aan de kwaliteit Z275. Dit betekent 275 gram per vierkante meter zink over de twee zijden. Dus ongeveer een 20 micron per zijde die moet aanwezig zijn. Het is de gemiddelde waarde van een driepuntsmeting. We voeren dus drie metingen uit. In een straal van 30 centimeter van elkaar, de gemiddelde waarde, is ons meetresultaat. We voeren de test uit door middel van een gekalibreerd toestel. Het certificaat is maximaal 1 jaar oud. En het toestel moet een nauwkeurigheid hebben van 1 micron. Wat dient geregistreerd te worden? Er dient een verslag opgesteld te worden. En dat is te overhandigen aan de leidend ambtenaar. In dit verslag noteren we de drie waardes van onze driepuntsmeting, het gemiddelde wordt berekend en zo ingevuld op het verslag. Ook het kalibratiecertificaat moet ter inzage gehouden worden voor de leidend ambtenaar. Wat als de meting niet voldoet? Niet gemonteerde kanalen en andere elementen? De levering dient vervangen te worden. Gemonteerde kanalen en andere elementen, demonteren en vervangen van de materialen. De leidend ambtenaar kan ook altijd bijkomende proeven vragen aan een extern bureau. Indien de resultaten niet conform zijn, dan zijn de kosten voor deze proeven ten laste van de aannemer. Wat is nu het werkingsprincipe om een zinkkwaliteitsproef uit te voeren? Het staal van onze kanalen, dat is magnetisch. De beschermingslaag, de halva, is niet magnetisch. De magnetische aantrekkingskracht op het staal staat in relatie met de dikte van de niet-magnetische tussenlaag. Dus hoe dikker de halva laag, hoe minder de magneet wordt aangetrokken door het staal.